wat wij aan het doen zijn. We zijn nu paprika's een monster aan het maken. Ja. Zodat we gaan kijken of dat, het product wat geleverd wordt binnen de handelsnorm valt. Waarin de teler of klant zich het aangeleverd krijgt. Dat voldoet je aan een bepaalde kwaliteit. Gewicht, de kleur, dat er geen ziektes en gebreken in zit. Dus dat zijn we dus voornamelijk aan het doen. Ja, we vullen elkaar aan. Ja. Ik denk dat hij in een vorig leven ongeveer een Siamese teler zijn geweest. Ja. Of broer en zus. Broer en zus. Dat is eigenlijk vanaf het eerste moment geweest en dat maakt het heel makkelijk. Want als je inderdaad de communicatie ook op staat. Als ik een dag niet ben, weet hij van alle in en uit. En omgedraaid ook. Eet ik wel eens zelf een paprikaatje tijdens werk? Nee. Ik ook niet veel. Nee, het zit ergens doorheen. Voor de rest. Nee, nou, kijk, je moet wel kijken of dat vrij zijn van bepaalde vreemde geur- en smaakstoffen. Dus als je twijfelt, zou je wel eens een keer dingen wat kunnen proeven. Maar zei, eten mag niet in de loods. Dat is ook weer een regel, een huishoudelijke regel. Dat is niet alleen hier, maar bij andere bedrijven ook. Dus stel dat, er wordt wel eens wat geproefd, zeg maar. Kijken of dat het wel een bepaalde smaak heeft, maar echt gewoon eten, nee. Ja, we vullen elkaar aan. Ja.